Jan, waarom heb je nu weer geen kleren aan? Ik heb wel kleren aan, gewoon nog niet zoveel, omdat ik zometeen mijn kostuum ga aandoen. Mijn nieuw kostuum, mijn blauw kostuum. En wit hemd. Want vanavond gaan we naar de première van Allemaal Familie. Dat is een Vlaamse film en de première is in Antwerpen in de Koningin Elisabethzaal. Aan de dierentuin eigenlijk. Ah ja, en de dresscode is black tie. Komt dik in orde. Voilà, helemaal klaar. Kostuum aan, ready to go. Is dat een beetje geloofwaardig zo, ik in kostuum? Kan ik nu doorgaan als chique man? Moet ik nog zo met geld flappen zwaaien of zo? Of wat doen die met de creditcard? Niet met geld. Tenzij je geloosje zaakjes doet, dan is het wel met geld. Je ziet het goed, we zitten in de trein. We hebben besloten om de trein te nemen, omdat we dan geen file hebben. Omdat we dan niet zo lang onderweg zijn, waarschijnlijk. En... het is toch vlak aan de zoo en aan het station waar we moeten zijn. Ah, voilà, ik heb mijn ticket gevonden. We gaan zoeken naar een ticketje ook. Amai, zeg, ja, maar wacht, ik heb het gevonden. Zo. Alles crash me gewoon die party. Aha. Ja, stel u voor dat ze u nu niet binnenlaten. Ticket nummer 314. Ja, 314. Ah, oké. Dat is gelijk P. Dus het is sowieso beneden. Dan hoop ik dat we een beetje volledig zijn op het podium. Enfin, er zitten ook wat hele acteurs in de zaal, maar het podium is ook niet zo groot. Nathalie Meskes, mag ik zeggen dat jij er fantastisch uitziet? Dankjewel. Hoe vond je het? Ik heb het zelf niet meegemaakt omdat we van deze zaal naar de andere moesten gaan, maar ik ben heel benieuwd naar de reacties. Maar jij bent de eerste dat ik tegenkom, dus ik heb nog niet met gesproken. Zeg maar, ik moet je één ding vragen. In de film is er een bepaald moment iets met een potje waar iets in zit. Mm-hmm. Wat zit daar eigenlijk in? In het echt bedoel ik. Ja, ja. Een soort van glycerine, een soort van ja, blinkend spul. Ja, ja, dus er is iemand die dan iets maakt dat moet lijken op... Ja, ik mag eigenlijk niet zeggen wat. Ja. Want anders verklap ik het. Niet veel verklappen. Ah, spannend. Zullen we moeten gaan kijken dan. Nog één keer. Moest nu toch lukken. Hoeveel? 4, 5 keer? Nee! Ik baal! Ik dacht echt nog, oh ja, maar het gaat me echt lukken. Nee, misschien eens proberen met een fles wijn. Ja, ik wilde net zeggen, je gaat mij nu toch niet met een fles wijn laten doen, hè? Bijna iedereen die bekend is in Vlaanderen en België zat erin. Ja. Jij ook? Ik zat er niet in. Oké, wat was het beste moment in de film? Het beste moment. Ik denk toch het eindfeest. Dat alles toch even weer zeker goed is. Niks verklappen. Ah, oei. Sorry. Alles komt misschien goed. Alles komt misschien goed. Misschien. Aha, Jan Daas. Zet jij ook een... Ik moet stoppen voor jou. Ja, maar dat moet niet. Oude mensen verdienen ook een radiozender. Ja, dat is waar. Ja. Maar ik ben niet oud. Maar ook niet meer zo jong, hè? 29. Ja. Ja. Het ziet er heel mooi uit trouwens. Heel mooi pak. Okay. Ik heb net een trailer gezien van uw eigen film. Actie-comedie vanaf 8 maart in de cinema. Dus een zangcarrière was eigenlijk niet genoeg? Nee, het was niet genoeg. En dit was ook wel een fantastische film. Ja, goed hè. Super in. Wat vond je het beste moment? Het beste moment vond ik eigenlijk alle acteurs die op de vuist gingen tijdens de première. Dat vond ik eigenlijk het beste moment. Maar het mooiste moment, het hartje. Hè. Het hartje. Ja, kijk, mensen die nu aan het kijken zijn, die hebben zoiets van, waar het hartje. Gaan kijken. Maar je moet gaan kijken. Ja. Op de vuist gaan, dat doet jij niet. Nee. Al ooit gedaan? Nee. Chris van Tongelen is een vredelievend persoon. Veel te braaf. In de film zat ongeveer elke bekende Vlaming ter wereld. Ja, klopt. Zat jij er eigenlijk in? Nee, helaas. Hoe voelt dat dan om niet in een film te zitten? Heel fijn. Het is fijn om te gewoon te kunnen kijken en niet moeten bezig zijn met oh nee, is een beat, oh een hoop. Een shot met mijn haar dat niet goed lag, zo dat. Bijvoorbeeld, dat soort dingen Jan. Ik vond het verrassend goed. Dat is toch
dat is toch moeilijk. Films als Love Actually, wat in mijn ogen de beste romantische comedie ooit gemaakt is, is heel moeilijk te evenaren. Ik vind het zeker een goede poging en een zeer verdienstelijke poging. Zeer schoon gespeeld van alle acteurs. Een goed scenario. Is er nog een levenswijsheid die je wilt delen met de wereld? Geen enkele. Je hebt die nog niet? Dat zeg ik niet, maar ik wil ze niet delen. Oké. Okay. Toch bedankt, Jonas van Geel. Alsjeblieft. Hier staat dus een hoofdrol naast mij, maar je ziet hem niet, want hij is meter groter dan mij, zoals iedereen. Maar moet ik nu op mijn tenen gaan staan, of gaat jij... Moet ik mij bukken? Dat mag. Okay. Ik zal anders zo opzij stappen, is dat goed? Ja, dat is perfect. Wil is een naam, hè? Ja. Ja, maar jij lacht. Maar, ik moet eerlijk toegeven, ik kijk niet naar thuis. Ik heb u nu eigenlijk echt leren kennen als acteur in deze film. En ik was verrast. Ja, sinds? Ik vond u een van de betere... rollen. En ik zei dat niet om te slijmen, want je hebt mij niks te geven. Een druppel rode wijn, maar dat is ook niks, hè? Nee. Dat was mijn eerste film ook, hè, dus het was heel spannend om eraan te beginnen. Dan heb je nu zoiets van, ja, films, dat was een keer tof om te doen, of more to come? Laat dat alsjeblieft nog meer gebeuren. Dus als er iemand kijkt die een film wil maken... Ik ben heel goedkoper. Voilà, kijk. Ik kan nog goedkoper worden als het nodig is. Nee. Oké, boek hem. Wat? Oké, het is nu 11:30 en we zijn met de trein en de laatste trein die vertrekt om 11:40 of zo. Jee, openbaar vervoer. Dus we moeten nu naar huis. Dat is wel stom, maar ja, kijk. Dankjewel. Ze hebben de rode loper hier al opgeruimd zelfs. Amai. We zitten nu in de trein op weg naar huis, na de première van Allemaal Familie. Het was tof, goeie wijn, maar voor de rest kan ik niks zeggen over de film. Als je hem wilt zien, moet je zelf gaan kijken. En als je deze video leuk vond, mocht je altijd een duimpje omhoog geven. Als je iets wilt weten, zeggen, vragen, whatever, kan in de comments hieronder. En als je het nog niet gedaan hebt, zeker niet vergeten te abonneren. En anders, dikke merci. En woensdag is er een normale vlog. Dus tot woensdag. Misschien dan nog even een plasje in zou willen doen. Heb je dat ook nodig om een kleine te maken? Nee, ik heb dust. Ik ben net naar je film gaan zien, hè? Naar mijn? Ja, van de vijver. Ja, zat erin, hè? Oh, ja. Zijn uw filmografie nogal aan het uitbreiden, zeg? Ja. Wat is het volgende? Hollywood? Nee, dat is te ver. Heb jij een vlog? Bestaat dat nog? Een vlog. Nog? Reggie vraagt net of een vlog nog bestaat. Je vlog. Maar bij deze bestaat dat nog.